Mevrouw, verwacht u een totale Twentse lockdown, ja of nee? Ik denk dat ze het helemaal niet goed aanpakken. We moeten die oudere mensen beschermen, ja. Zoals ik. Maar, en de jongeren moeten ze misschien... Dat die een groepsimmuniteit opbouwen. Die kinderen, dat gaat gewoon niet. Maar als het zou betekenen dat je dan toch heel snel weer van die... Van het gedoe, laat ik het maar zo noemen, afbent, ja. Dan zou het voor mij betreft niet zo'n probleem zijn. Ja, het lijkt mij allemaal heel erg overdreven. De scholen, die is de laatste tijd ook, er wordt steeds meer besmettingen daar. Dus ik denk dat het wat beter is voor Twente. Gewoon nog een intelligente lockdown zullen krijgen. Want waarom zou dat moeten? Nou ja, moeten is een heel groot verhaal. Ik denk dat het niet over moeten gaat, maar willen. Maar wat zou er dan wel moeten gebeuren om het virus tegen te houden? Nou, een virus hou je niet tegen. Nee. Een virus is een natuurlijk verschijnsel. Dus daar wordt iedereen hoogstwaarschijnlijk mee besmet. Iedereen krijgt het in zijn systeem. En wij bouwen daar natuurlijk immuniteit tegenop. Ja. Ons lichaam is intelligent, de natuur is intelligent. En ik denk dat wij dat uiteindelijk zelf gaan regelen. Wat zou de oorzaak van zo'n explosie kunnen zijn? Overbevolking. Wat zegt u? Overbevolking. En moeder aarde is uitgeput. Die zegt, zoeken jullie het zelf maar uit. Dan gaat het veel verder dan Twente, als ik u zo beluister. Ja, dat is ook zo. Wij gaan niet goed met de aarde om. Ja. Dus daarom denk ik dat dat niet goed is. Wij moeten leren om daarmee om te gaan. Okay. En we worden met z'n allen veel ouder. En we hebben nog nooit met zo'n grote groep ouderen gezeten in het land. Dat zijn de boomers. En die hebben een heel goed leven gehad. En die worden dan ook oud. Maar ja, zoveel hebben we er nog nooit gehad. Verwacht u dat een totale lockdown zoden aan de dijk zet? Ik denk het wel. Als we het alleen in Twente doen, dan heeft het toch helemaal geen zin. Dan moet het toch overal, neem ik aan. Ja. Je moet je immuunsysteem versterken. En hoe kunnen we dat doen? Door gezond te eten, vitamine D, vitamine zink te eten en allemaal dat soort dingen. En dan zijn we ook minder bevattelijk voor virussen als COVID-19. Nou ja, je immuunsysteem wordt sterker. En met een goed immuunsysteem kun je daar wat tegen. In onze perfecte maatschappij valt natuurlijk alleen maar zo'n virus keihard te bestrijden. Met andere woorden, aanvaarden wij de dood als een natuurlijk gegeven. Nou ja, ik denk dat we dat al heel lang niet meer doen. Ik denk dat we al heel lang kunstmatig leven in stand houden. En ik denk dat we daarmee een beetje geïndoctrineerd zijn ook. Ik bedoel, we denken dat alles heel maakbaar is. En ja, ik denk als je gewoon gezond leeft, je eet onbestreden voeding, zo weinig mogelijk fabrieksvoeding. Ik denk dat je lichaam dan alle middelen geeft om zichzelf heel gezond te houden. Ja. Maar daar gaat het eigenlijk al fout. Dus iedereen die is nu heel panisch voor een virus, wat eigenlijk makkelijk voor de meeste mensen natuurlijk gewoon goed te overleven valt, als je gewoon weerbaar blijft. Ja, en daar gaat het denk ik mis.